Bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag gaan we het hebben over windmolenparken, over aardbevingsschade en dus over Groningen. En dat doen we met twee gasten die eerder te gast zijn geweest in twee verschillende talkshows. Aan de ene kant Jan Nieboer uit de Veenkoloniën, bekende windmolenterrorist. Maar het activist noemen? De activist. Nee, dat zeggen we natuurlijk als met een knipoog. Sorry. Maar u bent er echt. U bent natuurlijk echt voor windmolenterrorist uitgemaakt. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Welkom, dank voor uw komst. Dankjewel. Aan de andere kant Ate Kuipers, boer, ondernemer en bestuurder van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Ik zeg het nu goed. Jullie zijn allebei te gast geweest in enerzijds een debat over stikstof. Het stikstofdebat, wat het stikstofdebat overbodig heeft gemaakt. Ja, ja. Dat klopt. En Jan Nieboer, je bent hier eerder geweest met Riepke Zijlmaker. Ja. Over overheidsgeweld eigenlijk. Dat klopt. Ja. Maar om met dat laatste te beginnen, dat was toch wel een heel mooi debat waar we eigenlijk, dat overheidsgeweld, dat was natuurlijk de aanleiding, maar het ging eigenlijk over het privatiseren van publieke middelen, of van het publieke domein. En dan met name dus aan de hand van die windmolens en de klimaatagenda. Banken die daarachter zitten. En daar willen we eigenlijk gewoon weer op door. Daar kwam uit dus dat de Rabobank samen met de Bank Nederlandse Gemeente en de Waterschapsbank die windmolens financieren. En in het geval van Oost-Groningen, daar is een budget van 350 miljoen... waarvan dit conglomeraat al 250 miljoen voor zijn rekening neemt. Zo is het. Ja. 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 Wat heeft dat voor effect op burgers? Ja, kijk, het effect op burgers is natuurlijk heel erg breed. Laten we beginnen met een emotioneel aspect. Namelijk, burgers voelen zich gewoon keihard bedonderd door de Rabobank, die nu hun eigen woonomgeving op een schandelijke manier teloor laat gaan door windturbines te financieren waar meer dan 80% van de bevolking zich in een enquête tegen heeft uitgesproken. Dus wat de Rabobank hier doet is gewoon duizenden particuliere rekeninghouders en wat misschien nog veel erger is, hypotheekhouders, gewoon openlijk een mes in de rug steken. Dat is het eerste wat natuurlijk een enorm impact heeft. Hoe zit dat precies in elkaar? Ik kan dat heel simpel uitleggen. Als je op dit moment een hypotheek hebt, een hypothecaire lening onder een eigen woning of onder een bedrijfspand. In dat pand staat in een gebied waar de windturbines gepland zijn en nu na de Raad van State uitspraken ook daadwerkelijk opgericht gaan worden. Dan weet je wat er met die waarde van dat onroerend goed gebeurt. En dan weet je ook, daar zijn al heel veel voorbeelden van wat die Rabobank daar straks gaat doen. Die gaat zeggen van, goh, beste meneer of mevrouw, uw hypotheek, hypothecaire lening is veel hoger nu dan de executiewaarde van uw woning. Wilt u even aflossen? Wat die mensen niet kunnen, met een faillissement van al die mensen tot gevolg. Ja, of even bijstorten. Of even bijstorten, maar waar moet dat geld wegkomen? Ja. Wij zitten niet in het Adenhout van Nederland. Nee. Wij zitten in het veenkoloniale gebied waar de mensen sappelen om rond te komen. Een van de armste gebieden van Nederland. Een van de armste gebieden. Ja. Laag opgeleide mensen heel veel. Ja. Weerloos. Maar wacht eens even. Hè. Dus de Rabobank stopt 250 miljoen euro samen met die twee anderen in dat windmolenpark. En zet daarmee eigenlijk de hypotheken van in dat gebied van duizenden van hun klanten onder water. Zo is het. Dat klopt. Dus zij handelen eigenlijk, met hun uitgavenpatroon handelen ze eigenlijk tegen het belang van hun klanten in, die voor de inkomsten zorgen. Dat is ook zo. Ja. In feite schieten ze in eigen voet, want ze tasten natuurlijk hun hypotheekportefeuille aan van het particuliere woningbezit. Ja, en daar lijkt het op dat ze in eigen voet schieten, maar hier zal natuurlijk heel duidelijk beleid achter liggen. Want zij hebben natuurlijk ook onderkend dat al deze particuliere mensen die in dat gebied wonen een geweldig probleem zullen gaan krijgen. Maar wat ik denk is dat zij een andere rekensom gemaakt hebben en misschien nu al voorsorteren op het straks in bezit krijgen tegen een faillissementprijs van woningen en bedrijfspanden. Ja. En grond. En grond. Daaromheen en daarbij. Ja. Ja, heb je daar aanwijzingen voor dat dat
Nou, de belangrijkste aanwijzing is dat wij natuurlijk de Nederlandse Bank benaderd hebben over het feit dat de Rabobank dit doet. Wij hebben ook een vergelijk gemaakt met toen de DSB-bank, hè, waar ook de Nederlandse Bank eigenlijk veel te laat ingreep. En onze indruk is heel sterk, en nou, dat is ook al even door Riepke Zeilema benoemd, hè, dat de mensen die nu aan het bewind zijn bij de Rabobank ook in eerdere omstandigheden belangen hadden in deze vastgoedsector. Ja. Maar is dat niet, grenst dat niet aan strafbaarheid? Dat je eigenlijk dat het investeringspatroon van zo'n bank linea recta in het nadeel is van de klanten? Ja, je zou dan moeten zoeken naar strafbare feiten die rieken naar oplichting, mm-hmm, hè, en naar misleiding. Ja. Flessentrekkerij misschien zelfs wel. Ja, ja. Maar een bank heeft een publieke taak, hè? Dus ze hebben een over langere tijd een relatie met klanten. 30 jaar is normaal gesproken looptijd van een hypotheek. Ja. En je zou toch van een bank dan ook mogen verwachten dat gedurende die looptijd dat de bank geen zaken gaat financieren die tegen jouw belang als hypotheeknemer indruisen. Ja, die verwachting die zou je heel vanzelfsprekend moeten hebben. Maar wat het nog sterker maakt, als je die verwachting dat die voor de hand ligt, is dat deze Rabobank, wat ik noem even man en paard nu, zich op een enorme manier manifesteert in het maatschappelijk leven door allerlei maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen, et cetera, met allerlei geld uit hun winst te financieren ieder jaar. Ik ben zelf ook voorzitter van de Stichting Stikkerweek. Wij krijgen ook ieder jaar geld van die Rabobank, die zo maatschappelijk betrokken is. Ja. Hun websites staan vol van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. En het omgekeerde laten ze nu zien. Hmm. Misschien is dit wel strafbaar. Misleiding. Zijn ze daar zelf bewust van gemaakt door jullie groep? Ja, wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met de vier directievoorzitters van de Rabobanken Midden-Groningen, Zuid- en Oost-Groningen, Borgen, Klenkeland, Assen, op het kantoor in Borgen. Ik heb daar zelfs als voorzitter van het overleg mogen spreken. Wij hebben ze dus een en ander al meegenomen. Toen was de eerste reactie van meneer Nieboer: wij doen daar nog geen uitspraken over, want wij willen eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten. Daarna zeiden ze van: wij financieren slechts vergunde projecten. En daar willen we het bij laten. Ja. En daar is het ook bij gebleven. En daar is het bij gebleven. Ja. En nu ze uitgaan in de uitvoering van het plaatsen van windmolens, geeft de Rabobank geen thuis. Nee hoor. Nee. Nee, zij hebben op geen enkele manier nog teruggereageerd, ook niet. Ik heb ook geen enkele reactie gehad op mijn open brief in het Dagblad van de Noorden van een week of vijf geleden, waarin de kop was: de Nederlandse bank moet de Rabobank terugfluiten. Mm-hmm. Dat is ook allemaal gewoon voor kennisgeving aangenomen en dat is blijkbaar niet erg relevant allemaal. Maar ja, sociaal maatschappelijk is dit al een drama. Dat klopt. Dat klopt. En daar moet toch de Rabobank op zijn minst zich van bewust zijn. Die altijd zo met de poten in de samenleving stond en staat. Nou ja, ik bedoel, u komt uit de boerensector. De relatie met de Rabobank is natuurlijk enorm. Dus ook daarin zou je moeten zeggen van, jongens, dit is toch op geen enkele manier te verantwoorden. Ja, want we hebben dus die particulieren gehad die hun hypotheek onder water zien gezet worden door... Ja. Beleggingen van de Rabobank. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor boeren die ook te maken hebben met grondpolitiek van de Rabobank. We hebben hier al een paar uitzendingen gemaakt. De laatste was trouwens met de boer Bart-Jan Oplaat uit Twente. Ja. Ja, over een verkapte grondroof waar overheden en boeren samen mee bezig zijn. Nou ja, goed, wat er allemaal achter de schermen exact gebeurt, dat is nog een beetje een black box natuurlijk. Wat onder de kap van het RIVM echt gebeurt. Kijk, als zo'n organisatie als onafhankelijk wordt beschreven en weggezet door een Nederlandse overheid, dan moeten wij als getrouwe burgers in feite dat als zoete koek aannemen. En dat moeten we eigenlijk aannemen. Zo zijn we ook netjes opgevoed in Nederland. Dan gaan we ervan uit dat die
te goede trouw en onafhankelijk acteren. Nou, als je nu ziet het gestoei, gerollenbol met het Mesdagfonds, met de stichting stikstofclaim enzovoort. Mm-hmm. Over de cijfertjes, ja, dat is over echt... het vrijgeven, dat er een kort geding voor nodig is. Ja, ja, dan zeg ik, jongens, als dit allemaal moet gebeuren, waarom, als je nu zo onafhankelijk bent en zo zuiver van de graad, heb je niks zoals, te verbergen. Zoals ons als burgers en ondernemers wordt verkocht, dan heb je toch niets te verbergen. Dan moeten de deuren toch wagenswijd opengaan, ja, en zeg, kom maar kijken bij ons. Ja. Nou, wij, ja, hebben het zo en zo gedaan. Ja. Laten we het erover hebben. Wij gaan als publieke instantie verantwoording afleggen. En jullie mogen als boerenorganisatie met ons daar gewoon over in gesprek. Mm. Op een nette manier. Ja. En laten we het over de cijfers hebben. Als wij in rekenmodellen verkeerde aannames hebben, kunnen we het erover hebben. Mm. We kunnen alles bespreken. Dat moest kunnen. Maar dat kan dus niet. Nee, maar dat is, en, dat is, en dan kom je tot het besef dat er iets niet klopt. Ja. Die houding is gewoon echt nooit de houding van het RIVM geweest. En nooit. Niet van nooit. Het ministerie van LNV. Nee. Nee. Nou, nee. Ik kan over het RIVM, als het nu toch even de naam valt, wel een boekje open doen. We hebben natuurlijk ook de miskleun van het RIVM ervaren rond dit hele coronaverhaal. Ja. He, ik bedoel, eerst zeggen dat er helemaal niks aan de hand is en nu hard op de trom slaan. wat wij met het windmolenproblematiek natuurlijk weten uit andere landen, dat het laagfrequente geluid van windturbines negatieve gezondheidseffecten, ja, veroorzaakt, die ook aangetoond zijn recentelijk nog door professor Vaal in Duitsland. Daar hebben wij het RIVM ook over benaderd, maar daar zien we dus dat ook het RIVM gewoon op de loonlijst staat bij onze Nederlandse broodheren. En die zeggen gewoon van, ja jongens, nou, dat is in Nederland, is daar geen aanwijzing voor, dus daar doen wij niks mee. Nou, de RIVM zou als eerste hier wakker op moeten zijn. En haarscher heb je deze zaak moeten onderzoeken. Dat zou je denken. Want de RIVM is toch voor het welbevinden, welzijn van een Nederlandse burger. Natuurlijk. Want die zijn zo bezorgd over een beetje, klein beetje stikstofuitstoot uit stalletjes waar koeien in zitten. Als ze zich daar al zo druk over maken, nou, dan zou ik toch voor de burgers nog veel beziger worden als de RIVM het echt zo goed voor heeft met natuurgebieden, moeten ze het zeker heel goed voor hebben met een Nederlandse burger. Nou ja, dat zou je verwachten. Het punt, ja, is echter dat de Nederlandse politiek, hè, op aanwijzing en op instigatie van onze ambtenaren bestand windmolens tot een heilige graal in Nederland verheven heeft. En daar is het RIVM gewoon onderdeel van. Ja. Ja. He, dus die kijken wel uit dat ze niet kritisch zijn. Ja, maar wij werken, ja, nu ook aan een serie over de 2030 agenda van de Verenigde Naties. En die hebben dan 17 Sustainable Development Goals geformuleerd, al, ja, in 2015. En alle leden van de VN hebben die goals ondertekend. En ja, goed, die hele klimaatideologie die zit daar helemaal in. En dat is vervlochten met het genderdenken. Het lijkt wel één groot sprookjesboek van een transformatie van onze werkelijkheid naar een wereld waarin we helemaal niks te zeggen hebben. En die voortdurend. Kijk, wie de middelen van de verandering in handen hebben, die heeft natuurlijk alle power. Dat is gewoon, wie alles kan veranderen, dat is gewoon, ja. Dus dan gaan we door. Waarom moeten wij al die windmolens hier op ons in ons dichtbevolkte landje tussen de burgers en de boeren en de MKB-bedrijven plaatsen? Dat is toch not done. Absurditeit dat dit gebeurt, maar de reden erachter is nog absurder, namelijk het verlagen van CO2. Ja. Ik bedoel, waar, ja, gaat dit, ja, over? Dat is natuurlijk niet de, ja, reden. He, dat, ja, dat staat nergens op. He, we hebben, ja, in Parijs afgesproken dat we iets met ons CO2 in de wereld en in Europa moeten. Ja. Daar is in Brussel wat over gezegd. En wat bedenkt men in Nederland? Dat we dat met windturbines gaan doen. Ja, maar daar moeten we denk ik heel snel mee stoppen. Want dit gaat niet goed zo. Nou ja. Dit tast de gezondheid aan. Het tast het goede leefgebied en woongebied en werkgebied aan. Daar moeten we snel mee stoppen. Er zijn best wel oplossingen. Ja. Want kijk, we hebben nadelen, maar we hebben ook voordelen van Europa. En Europa is in feite gewoon één economisch gebied. Wij kunnen ons ook bewegen vrij in Europa.
Ja. En iedere burger van welke lidstaat van Europa kan zich overal vrij vestigen. Dat is punt 1. Punt 2, kunnen we ook vrij iets oprichten. Een bedrijf of weet ik veel wat. Ja, klopt. Nou, er is een groep geweest. Die zijn in Roemenië wezen kijken. En die hebben dat mogelijk gemaakt dat je daar ook windmolens kunt neerzetten. Roemenië heeft al lang datgene ingevuld wat ze moeten invullen. Een land als Bulgarije heeft dat ook. Ik heb daar weer wat meer kennis in Bulgarije zakelijk gezien. En ja, ik denk dat we moeten kijken van waar kunnen wij beter windmolens plaatsen. En je ziet nu ook al een beweging van kippenbedrijven, varkensbedrijven richting de Oekraïne. Ja. Dus daar is de Rabobank ook al bij betrokken. Maar we hebben toch al lang zijn we er toch achter dat die windmolens een wassen neus zijn. En dat een rendement van 15% zo ongeveer het maximum is wat zo'n windmolen opbrengt. Ja, natuurlijk. Als je dan windmolens wilt plaatsen, ja, doe het dan daar. Dan gaan we bij de vraag waarom die windmolens? Kijk, ik denk om dezelfde manier waarom banken graag hypotheken financieren, is omdat ze dan 30 jaar lang inkomsten hebben. En dat mensen die ermee aan beginnen, dan over de hele looptijd minimaal 2 keer het bedrag betalen aan wat ze geleend hebben. Ja. En dat is met windmolens net zo. Alleen dan heb je niet een paar particulieren die met een armzalige paar ton een huis financieren. Maar dan heb je de overheid zelf die als hypotheeknemer eigenlijk die windmolenparken die nooit renderen. Daar die rente op die leningen moet gaan betalen. Dus wat banken volgens mij graag willen is over langere tijd, 10 tot 20 jaar, hele, hele grote leningen en daar de rente over vangen. Ja. Ook al rendeert het voor geen meter. Klopt. De overheid zal het een zorg zijn dat iets rendeert, want dit maken ze zich wel in de laatste plaats ooit zorgen over. Dus er komt een constante flux aan belastingcenten. Dus de bankkas in, dat is volgens mij gewoon de constructie. Maar goed. Welk punt ik trachtte te maken. Als het dan windmolens moeten zijn, en dat moeten het kennelijk. Ja. Voor mij is het museumtechniek, hoor. Ja, maar goed. Ik was nog niet aan het punt toe om windmolens te criticeren. Nee, ik ga er meer vanuit van als er dan windmolens moeten zijn, dan niet hier. Nee. Indien dat moet, prima. Kijk, ga dan kijken in je hele gebied van Europa, waar kunnen wij die het beste plaatsen? Ja. En waar richten ze dan minder schade aan de woonomgeving? Nou, en die gebieden zijn er best dus wel te vinden, kennelijk. Want de Roemenen zeggen, kom maar. Hè, dat is een veel wijdser land dan Nederland. Niet te vergelijken gewoon. En dan zeg ik, Rabobank, je investeert ook in de Oekraïne in grote veebedrijven. Ja, maar dat... om eieren, om varkensvlees te produceren, et cetera. Ga dan ook maar met de windmolens daar naartoe. Ja. Nou, dat lijkt mij een goed plan. Immers, wij hebben in Europa mogelijkheid om CO2-rechten uit te wisselen. Als wij dus CO2-rechten aan Roemenië overdragen, daar windmolens neerzetten, dan mogen wij dat salderen bij ons. Ja. Punt is natuurlijk wel, als je dat in Roemenië doet, en ik ben natuurlijk een voorstander van milieuvriendelijke oplossingen, dan moet je in Roemenië plekken, en dat hoorde ik Aart ook een beetje zeggen, opzoeken waar de mensen daar ook geen last van krijgen. Ja, maar zijn we nu niet een beetje hetzelfde aan het doen als wat bijvoorbeeld het Mestdagfonds doet? De overheid stelt de agenda, stikstof, ammoniak en et cetera. En vervolgens financieren boeren en boerenorganisaties financieren een stichting die onderzoek betaalt om die cijfertjes te gaan factchecken. Nou, daar is natuurlijk altijd wat aan te doen, maar je laat je als organisatie helemaal meeslepen op het slagveld, waardoor die overheid al helemaal bepaald is. En je ziet dan ook dat je gaat verliezen. Want het is enerzijds, het is eigenlijk geen wetenschappelijke discussie. Dat weten we natuurlijk van tevoren al. Mm-hmm. Dat daar nooit het echte gevecht is in de media. En dat wordt volop gespeeld door het RIVM en de overheid. Alle kranten stonden bol van dat het Mestdagfonds het RIVM gelijk gaf. Ja. Dat is een framingsoorlog. Ja, dat is een framing. En het derde punt,
waar we nog helemaal niet aan toe wat voeren. Overigens heel kwalijk is. Ja, nee, natuurlijk, maar dat weten we van tevoren dat het zo werkt. Ja. Het derde punt is dat het een juridische strijd is en die is nog helemaal niet begonnen. Nee. We hebben alleen nog maar een juridisch geschilletje gehad om de gegevens überhaupt te krijgen. Ja. Ja. Maar de juridische strijd moet natuurlijk helemaal zijn omdat überhaupt dat hele stikstofverhaal van tafel te, dus om het slagveld van de overheid teniet te doen. Daar moeten we. En datzelfde gaat natuurlijk ook voor de windmolens. Dat als wij gaan roepen van ja, maar we kunnen we niet beter windmolenparken in Roemenië, want jullie zijn ook al in daar. Dan laten we ons eigenlijk al meenemen naar een strijd. Dan geven we de overheid in feite al het gevoel en het gelijk van, nou ja, windmolens zijn wel nodig. Ja, precies. Dan geef je eigenlijk aan dat zij de goede weg hebben met een oplossing die in dit land ongeschikt is, met een ander land wel zou passen. Ja, ik durf nog een echte grote stap teruggaan. Kunnen wij het CO2-gehalte in onze atmosfeer als mensjes wel beïnvloeden? Nee, dat. Maar, is, ik bedoel, daar hoort nog even een bommetje. Er zijn heel veel aspecten aan. Ook bijvoorbeeld van, wij weten met wat voor maffia-achtige gedrag wij te maken hebben als wij dealen met Rabobank, overheid en de energiemarkt. Doen wij dat de Roemenen aan in een land met nog een veel zwakkere publieke structuur? Wij weten al dat de Rabobank bezig is geweest in Roemenië, wat ze nu in Oekraïne uiteindelijk gelukt is. En wat voor ellende daar aangericht is bij Roemenen die gewoon door de plaatselijke burgemeester en een fles whisky zijn verkocht en van hun grond gejaagd zijn. He, daar heeft Follow the Money en de correspondent hebben daar volgens mij al over gepubliceerd. En dat is gedrag van de Rabobank uit 2012, meen ik, of 2000, zelfs 2008. In ieder geval ergens in die periode. En dat verdubbel je nu. Dus niet alleen de Rabobank gaat daarheen, maar die energiereuzen en de Nederlandse overheid gaan daar ook nog eens even de Roemenen dicteren wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, nou ja, dan laat ik nog even een heel duidelijk rooksignaal hier uitgaan. Ik lees gelukkig de laatste tijd steeds meer positieve dingen over kerncentrales. Ik mis daarin nog één zelfstandig naamwoord, namelijk thorium. En wat jij zegt, Tom, hou dan nu op met die technieken die alleen maar schade veroorzaken, die miljoenen aan subsidies kosten, die trouwens de overheid niet betaald heeft, maar wij met elkaar uit de SBE Plus opslagen, die wij onder onze energienoten hebben staan, wat niemand bijna weet. Nou, de ervaring met de kolencentrales is er al. Nou ja, ze staan er nog niet of men wil ze eigenlijk oversluiten. Absurd. En ik denk dat de bottom line eigenlijk ook moet zijn, moeten wij gewoon niet veel en veel meer offensief nadenken en bezig zijn. Omdat we zitten natuurlijk om de brei heen te draaien, namelijk dat we gewoon te maken hebben met een aan terroristische neigingen grenzende overheid. En een conglomeraat van private maffia daarachter. En moeten wij ons. Is het probleem. Moeten we het probleem in stand houden? Of moeten we daar gewoon als burgers, als heel Nederland, dat aanpakken? Ja. In plaats van ons voortdurend op deelslagvelden laten verleiden van ofwel stikstof, ofwel een windmolen, ofwel. Dat zijn allemaal van die deelgebieden waarvan je eigenlijk als burger steeds geneigd bent om tegen die windmolens te vechten als het donkwiegod. Nou ja. Hogeboom, geweest van Midden Groningen, ik heb hem nog even gesproken in Mede een poosje geleden, toen Mede zich, de actiegroep zich opgeheven heeft, die benoemde dat wat jij zegt en de overheid in feite de ware terroristen zijn. Ja. Wat ik ervaar dat het terrorisme van de overheid in ons gebied een effect gehad heeft. Toen ik in de gevangenis zat, is er nog eentje een dreigbrief rondgestuurd. En daarna is het doodstil geworden. Blijkbaar heeft dit terroristische aspect die de overheid etaleert, het heeft wel effect op de mensen. Ja, het heeft dus even geholpen. En waarom is die groep opgeheven? Ja, zij hebben eigenlijk gezegd dat onze doelstelling was om windmolens tegen te houden. Dat is niet gelukt. Daarmee is onze doelstelling verwerkt. En daarom stoppen wij nu. En toen heb ik daar het voortouw genomen. Zeg, jongens, en wij gaan door. Want wij gaan met onze stichting mega schadeclaim. Ja. Ook voor de gezondheidsschade die straks mensen gaan ervaren. Ja. Wij gaan een medisch loket openen waar mensen nieuwe gezondheidsproblemen die ze niet hadden voordat die windturbines er waren, bij ons kunnen melden. En wat je dan krijgt is dat de wal het schip gaat keren. In Portugal is een windpark ontmanteld omdat de overheid daar ook het gezondheidsaspect negeerde.
Maar die mensen zijn bang geworden, nou, die groep hebben opgeheven. Dan bestaat precies daarover dus al jurisprudentie. Dat klopt. Misschien wel Europese jurisprudentie. Juist, ja. Zo is het. Heel interessant. En daar kun je wel gebruik van maken. Ja. Klopt. Ja. Nou ja, het aspect, Tom, wat jij ook aansprak, van moeten wij eigenlijk wel überhaupt windmolens accepteren? En daar kun je het heel lang en breed over hebben. Ik denk dat het beter is, want het zijn rendementloze investeringen, dat het beter is dat we proberen met elkaar, ook in deze samenleving, in deze maatschappij hier in Nederland, steeds meer een gesprek ook aan te durven gaan, dat we zeggen, jongens, we willen ze niet meer. Met de kolencentrales is dat niet gebeurd. Nee. Te weinig gebeurd. Daar heb ik me zeer over verbaasd. Mm. Maar ze staan er wel. En nu wil men ze weer snel kwijt. Dus ook Den Haag is er nu van doordrongen dat dat een foute keuze is geweest. En men wil ze wel afbouwen. Maar er moeten wel alternatieven komen. En de gasbel gaat hier dicht. Willen wij afhankelijk zijn van het buitenland, van Rusland, nog in de komende decennia? Onze kinderen en kleinkinderen moeten ook verwarmde huizen hebben. Dus wat is dan de koers? Wat is het alternatief? En dan noemt Jan hier de kerncentrales, waar we vroeger ook snel van af wilden. Ja, klopt. En waar we de troep ook nog steeds niet van kwijt kunnen. Klopt. En Tsjernobyl is ook even nu weer tevoorschijn gehaald. En die branden daar, dat bezorgt ons ook wel. Nou, ja, dus, kijk, de Belgen hoe veilig zijn de kerncentrales? Ja, ik denk dat we dat eerst eens helder moeten hebben. In Japan heb je een probleem met de geprivatiseerde kerncentrales, waar de overheid gewoon alles uitbesteedt. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Mag niet gebeuren, dat is iets. Klopt. In België heb je het geval met een zeer zwakke overheid die kerncentrales wel heeft, maar die zijn al een keer gehackt. Hè. Dus in de laatste jaren zijn er in België met kerncentrales is er best veel gebeurd. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die je echt moet meenemen. Maar dat thorium, dat schijnt dus een super alternatief te zijn, om maar even zwak uit te drukken. Klopt. Elsevier heeft daar een heel verhaal op geschreven, niet zo lang geleden. Dat is een centrale die op basis van zoutoplossingen werkt, die geen straling veroorzaakt. Okay. En wat heel bijzonder is, dat die kerncentrale zelfs het kernafval van onze oude centrales kan verbranden. Echt, ja? Dus, ook op die manier hebben we twee voordelen. Ja. Los van het landschappelijke aspect die we op deze manier... Dus dat nucleaire afval gaat weer... Het kan verbrand worden in die thoriumcentrale. Nou zeg, oké. Okay. Ja. Dat hoort zich aan als een enorm goed alternatief. Enorme oplossing. Ja, en dan doe ik er nog een stap achteraan. Dan zeg ik van, en dat noemden we net ook al even naar elkaar, Nederland moet ook terug naar overheidsbedrijven die nutsbedrijven in stand houden. Ja. Anders dan nu het privatiseren van allerlei algemene voorzieningen. Ja. Ja. Nou kijk, dat is nu nog wat. Want die Nederlandse gemeenten hebben flink gecashed op het verkopen van energiecentrales. Ja, klopt. En daarmee gaan ze nu die windmolenparken dus financieren. Want die Bank Nederlandse Gemeente, die krijgt natuurlijk niet voor niks, hebben ze heel veel geld in kas. Ja. Ja, het is een drama. Daar ben ik met Jan eens. Dat wij dus al dit soort dingen niet meer moeten privatiseren. Ja. Maar dat het echt in overheidshanden moet blijven. Zo alle nutsvoorzieningen. Ja. Zo is het. Dat dient het algemeen belang. Ja. Ja. En dat is van ons allemaal. Ja. Waarom geven we dat uit handen aan belangenorganisaties die alleen maar uit zijn op gewin? Dat is ook zo. En we zien nu dat we daarmee in een fuik lopen. Alle mogelijke initiatieven om zonnepanelen te plaatsen en daarmee duurzame energie op te wekken, lopen vast omdat de infrastructuur er niet is. Ja. Dat zijn particuliere ondernemingen die zeggen, dat doen we niet. Die hebben daar geen zin in. Precies. Mm-hmm. Nee. Dus ook een argument om daar gewoon keihard in te grijpen en besluitvorming van vroeger terug te draaien. Ja, absoluut terug te draaien. Ja. Uitstekend. We ronden dit blokje af. En dan stel ik voor dat we na de break de aandacht wat meer gaan verleggen naar de vergelijkbare ontwikkelingen die er dus gaande zijn in het aardbevingsdossier. Dat is goed. Lijkt me wijs. Bedankt voor het kijken en we zien u zometeen terug. Net verschenen. Het boek van Joost Niemuller en Ali Larouchi. Ali Larouchi komt uit Marokko, is naar Nederland gekomen en is in de greep gekomen van Marokkaanse inlichtingendiensten, de overheid en de islam.
Hij kaart het allemaal aan in dit boek, hoe de greep van Marokko in Nederland op de Nederlandse Marokkanen heel groot blijft. Van harte aanbevolen, vers van de pers. Uit 2019, het grote boek van Douglas Murray, de Britse filosoof en publicist. Het opmerkelijk einde van Europa gaat over immigratie, Europa en de islam. Enorme bestseller in het Engels en ook in het Nederlands gaat deze al heel hard. Van harte aanbevolen. In De Bouwmeesters van Europa beschrijft Thomas Woods hoe de katholieke kerk in de middeleeuwen de grondslag van de Europese beschaving legde. Op economisch terrein, op technisch terrein, op heel veel andere terreinen, filosofie en wetenschap. Wanneer u meer wilt weten over de echte grondslagen van de westerse beschaving en de banden met het christendom. Welkom terug bij de talkshow over het privatiseren van publieke middelen met Jan Nieboer en Ate Kuipers. We gaan het nu hebben over, voor de break hebben we het gehad over de windmolens. En nu gaan we het hebben over dat andere grote dossier in Groningen en wel het aardgasdossier, waar precies hetzelfde gebeurt. Ate Kuipers, jij bent als geen ander thuis in dat hele dossier. Je bent er al jaren mee bezig. Onder andere vanwege natuurlijk je eigen huis, je eigen bedrijf. Maar ondertussen zit jij aan onderhandelingstafels. Je praat veel met alle partijen in het dossier. En toen ik je benaderde om hierover te gaan praten, toen gaf je eigenlijk aan dat er één heel groot cruciaal iets was wat eigenlijk nog nooit echt op de tafel gelegd is. En dat is iets wat in 2018 plaatsvond. Toen heeft minister Wiebes het gasdossier of aardbevingsdossier de status civielrecht ontnomen en naar bestuursrecht overgeheveld. Iets heel apart. Waarom is dat gebeurd? Nou ja, goed. De gedupeerde in Groningen moet zich realiseren wat er gebeurd is. Er is na de zware beving in Zeerijp, wat in feite de totale ommekeer heeft gebracht in het hele aardbevingsgebied. Mm-hmm. Toen heeft iedereen zich opeens gerealiseerd dat dit dus niet een begaanbare weg meer is. Ja. Dat het debakel zo groot is en de schade zo enorm wordt. Hoe komen wij, hebben ze met elkaar nagedacht, de exploitanten. En de overheid is net zo goed mede exploitant als de NAM. En de NAM is weer van Shell en ExxonMobil. Mm-hmm. Dus in feite is het gewoon het Nederlandse het gasgebouw. Dat is gewoon één grote club van de overheid, van NAM, van Shell en ExxonMobil. Zo moet je het zien. Ja. Nou, men liet steeds de NAM de schadeafhandeling doen. Dat ging natuurlijk bijzonder stroperig. Want de NAM die sloeg gewoon om zich heen en sloeg alles van zich af. Die ging gewoon proberen damage limitation uit te voeren. Dus zo weinig mogelijk schadevergoeding betalen. Hmm. En toen is er sterk over nagedacht na Zeerijpen. Toen Wiebes die zaak ter hand nam en steeds meer onder druk kwam. Van nou, ik moet het toch maar bij de NAM weghalen, want dat willen jullie zo graag. Wordt het dan uitgelegd, ja. Burgers. Ja. Hè? Ja. Want jullie willen geen strijd met de NAM aangaan. Het civiele recht, dat is natuurlijk ook een dure weg met advocaten. En dan tegen de grote NAM, David tegen Goliath. Dat ga ik veranderen voor jullie. Dat ga ik fantastisch oplossen. Ik ga dat brengen van civiel recht naar bestuursrecht. En ja, hij heeft ons geprobeerd te verkopen dat dat een veel begaanbaardere weg is voor de burger. Dat het een snellere procedure is. Hoe kun je zomaar een dossier overhevelen? Want een kwestie is toch gewoon civielrechtelijk of niet? Ja. Het kan toch niet zomaar zijn. Je kunt toch ook niet zomaar zeggen van maar we gaan het overhevelen naar strafrecht. Ja, nee. misschien wel, maar dat zou onderhand wel mogen. Dan moet je een strafbaar feit vaststellen, denk ik. Ja, precies. Ik zie nu geen bestuursrechtelijk feit nog. Goed, maar in onze grondwet is ook verankerd dat wij gewoon schadeprocedures, als we een schadeverhaal hebben, dat het gewoon een civielrechtelijk gebeuren is. Ja, grondwettelijk dus vastgelegd. Dat is grondwettelijk vastgelegd. Hij mag dat dus niet dat eens is doen. Dat is al meer dan 100 jaar. En ik vind het echt not done dat men dit overbrengt naar civiel recht.
Maar het dreigt wel te gebeuren in de nieuwe mijnbouwwet. In feite gebeurt het al. Want de TCMG, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, acteert al via een noodwet. Acteert al op die manier. Je kunt je schade daar laten beoordelen. Je kunt nog een zienswijze indienen. Dan wordt snel beslist wat je krijgt. En of je een contra-expert erbij hebt of niet. Men gaat het dan sowieso nog wel een beetje beoordelen. Ja. Maar dan doen ze er nog een patiënt erbij. Ja. En uiteindelijk krijg je 60-70% van hetgeen wat je in feite volgens de contra-expertise toestaat. Ja. Ben je het er dan nog niet mee eens? Er wordt nu ook op dit moment snel betaald. Je krijgt vrij snel dan dat 60% bedrag op je rekening. Maar je gebouw is nog steeds een zwak gebouw. Ja. Deze schadeinvulling, deze schadeoplossing, die is puur gebaseerd op weer kosmetische schadeherstel. Als je een scheur in een sterke muur hebt, dan moet je met twee componenten alleen maar wat dichtsmeren. Want daar is dit verhaal op gebaseerd. Nou, dan sta je als burger al met 2-0 achter. Want als je dan ook nog een keer zegt van ik ben er niet mee eens, dan moet je dus naar de Raad van State. Nou, ja. Ik geef het je te doen. Nou ja, wij hebben ervaring met de Raad van State. Ik hoor jou net ook zeggen van dit is overgezet. Onze minister heeft daar dus een bestuurlijk dossier van gebouwd. Maar wie controleert onze minister? Dit gebeurt allemaal haaks op de belangen van duizenden inwoners van de provincie Groningen. Ja. Die op een rampzalige manier met de gevolgen van de aardgaswinning geconfronteerd worden. Ja. Moet ik nu zeggen dat onze Tweede Slaapkamer de minister zou moeten controleren wat ze niet doen? En dan tussen haakjes? Ja, nou goed, kijk. Wat is nu... Als je dan constateert dat overheidsfalen, want in feite is dat enorm overheidsfalen wat hier gebeurd is in Groningen. Ja. Want ze hebben er vanaf 1960 echt bij gezeten. Ja. Ze zijn toen ook al, er zijn stukken opgedoken uit de archieven. Ja. Dat ze er toen ook al bewust van waren wat dus de gevolgen van deze gaswinning zouden worden. Ja. Dus willens en wetens heeft de overheid er altijd bij gezeten. Het is overheidsfalen van onmeetbare proporties. Dat heeft minister Wiebes ook toegegeven, dat heeft hij ook gezegd. Maar dit overheidsfalen is onder Wiebes inmiddels verworden tot overheidsoverheersing. En dat is nog kwalijker. Want nu gaat dus de staat, de schadeafhandeling heeft Wiebes overgenomen van de NAM, bij de NAM weggehaald. Ja. Nu gaat de overheid, de Nederlandse staat, gaat dat allemaal keurig regelen, zoals dat hoort. Maar daarbij gaat hij dus de gedupeerde de gang naar de civiele rechter ontnemen. Ja, dus ik heb altijd gepleit voor, in 2017 al, en in 2018 ook, aan de tafels waar ik gezeten heb, van geef de burger hier in Groningen gewoon een rechtsbijstandfonds. Degene die geen rechtsbijstandverzekering heeft, kan zich hier niet meer voor verzekeren. Nee. In de meeste polissen die dan de mensen nog wel hebben, daar is heel vaak ook de gang naar Raad van State, dus bestuursrecht, uitgesloten. Die polissen zijn allemaal afgesloten op basis van civielrecht. Dus dat is dus ook al. Dus de rechtsbijstandsverzekeringen die hebben geen claim voor bestuursrecht. Maar wat is bestuursrecht precies? Wat maakt bestuursrecht anders dan... Er zijn er wel een aantal dan, die dat hebben. Ja. Maar de meesten niet, die sluiten dat uit. En je kunt geen nieuwe verzekering meer afsluiten. Nee, als je dus in het aanwezingsgebied woont. Nee. Dus je staat inmiddels met 3-0 achter. Ja. Dus de verzekeraars willen daar niet eens meer aan? Nee. Even terug naar jouw vraag. Je zegt net even van... Je stelt even de vraag over het bestuursrecht. Ja. Hoe zit dat nou? Ja. Het probleem is denk ik heel overzichtelijk. Op het moment dat je te maken hebt met vergunningen die door de overheid verleend zijn, dan heb je al heel snel te maken met bestuursrecht. En in het geval van Aten in Groningenland hebben burgers zich eerst gericht tot een NAM die
eigenlijk civiele schade veroorzaakt heeft. En zodoende bleef dit in het civiel recht hangen. Ja. Dus ik maak mij sterk, en dat weet ik hoe je net het woord cosmetisch noemen, dit ook een cosmetische actie van onze minister zou kunnen zijn, die helemaal geen juridische basis kent. En als je dit aan een civiele rechter voorlegt, dat hij zegt van jongens, ik maak daar gehakt van. Nou, er zijn, op een gegeven moment voelen de Groningers zich echt in het pak genaaid. Ja. En er verscheen ook al een artikel in eind 2018 in het Dagblad van Noorden van iemand uit Lelystad. Die schreef dat ook in de opinie. En dat vond ik wel een mooi stuk. Dus ja, dan word je alweer echt bewust. Nou, er is dus een gang geweest. Er zijn vragen gesteld inmiddels vorig jaar bij de Raad van State. Ja. Van kan dit wel? Kun je een burger de gang naar de civiele rechter ontzeggen? Ja. Nou, daar heeft dus de Raad van State wel een uitspraak op gedaan. En die heeft gezegd, feitelijk niet. Zo. Want dat is verankerd in de grondwet, ja. Dat recht. En dat staat er al meer dan 100 jaar in. Mm. En dat is een verankerd recht. En dat kun je de burger niet ontzeggen. Nou, daarop heeft Wiebes ook geantwoord. En die heeft gezegd, nou oké. Ik moet mijn nieuwe wet dus ietsjes aanpassen. En dat heeft hij ook gedaan en daar is hij ook mee bezig. Die wet moet nog definitief worden aangenomen, die nieuwe mijnbouwwet. Dus dat overhevelen van civiel naar bestuursrecht, dat wordt echt in een wet gegoten? Nou, er komt een nieuwe mijnbouwwet. Ja. Die is al in concept, ligt die er al. En deze nieuwe mijnbouwwet, die regelt het allemaal zo dat de tijdelijke commissie mijnbouwschade gaat over in een andere organisatie. Dat wordt een zelfstandige organisatie, een ZPO. Die kan ook helemaal zelfstandig dan acteren, zoals dat dan heet. En beslissingen doen. Maar die acteert dus duidelijk onder die nieuwe mijnbouwwet. En dan is dat geen civiel recht meer, maar bestuursrechtelijk wordt dan alles afgehandeld. En dan kom je uiteindelijk bij de Raad van State terecht. Nou, dit schijnt allemaal vloeiend te lopen. Professor Breuring heeft daarna, na alle kritiek en commotie, heeft professor Breuring ook nog een stukje daarover geschreven in het Dagblad van het Noorden in oktober 2018. Ja. En nou ja, ik ken professor Breuring als een zeer amabel mens. Maar ik was verbaasd wat ik zag. Hij zegt, de huiver voor de bestuursrechter in Groningen is niet terecht. Wat blijkt, hij stelde vast dat er dus huiver was. Wat zeg je? Hij stelde vast dat er huiver was. Ja, nou goed, was. Hij heeft natuurlijk wel meegekregen dat er huiver was. Ja. Ja? En dat er commotie was. Ja. Dus wat zegt hij? De Raad van State, de rechters daar, die moeten, dat is dan wel civielrechtelijk. Dat is de gang en de procedure. En dat is allemaal beter voor de burger. Maar die rechters bij de Raad van State, die moeten daar een uitspraak doen die gebaseerd is op civielrecht. Dus hoe krom kun je het maken? Waarom is die hele overheveling dan überhaupt nodig geweest? Nou, daarom. Dus ik zeg nogmaals, richt een rechtsbijstandfonds in met ook bijstand voor burgers. Mm-hmm. Door een rechtsbureau die burger helpt, ja, zijn dossier goed opgetuigd, ja, en ingevuld te krijgen, want daar hebben ze geen ervaring mee. Maar, en dat snap ik ook. Maar in het kort, wat is nu de grote truc van Wiebes geweest? Waarom hij dat hele dossier heeft overgeheveld naar bestuursrecht? Alleen maar omdat mensen daarvoor niet verzekerd zijn? Dat weet ik niet wat zijn motivatie is geweest, maar ik kan je wel zeggen dat zijn motivatie natuurlijk is om ook damage limitation toe te passen. Nou, daar heb ik wel een verklaring. En ze komen nooit echt aan hun recht, want ja, wie gaat met zijn schade echt naar de Raad van State, daar vraag ik me af. Goed, het is nu wel mogelijk, en dat heeft ook de Raad van State gezegd, wij kunnen die burger dat niet ontnemen. Mm. Dus als de burger zelf naar de civiele rechter wil, dan gaat hij dat maar doen. Mm. Alleen heeft Wiebes nu daar een stokje voor gestoken. Als je dus kiest voor de civiele rechter nog in de toekomst, prima. Maar dan mag je nooit meer terugvallen
op het systeem en de ZPO, wat ik dus opgetuigd heb. Dan is het of één of het ander. Nou. Nou ja, in mijn overtuiging is dat het kiezen voor het bestuursrecht de betrokken mensen die gedupeerd zijn een veel lagere schadevergoeding zullen kunnen gaan opleveren dan in het civiele proces. Oh, zeker. He, en dat is wat jij net even benoemd, ja, met die limitieve damage... damage limitation. Daar dus hou ik rekening mee. Dus dat het weer een rekensommetje is die de overheid goed uitkomt en de burger opnieuw flink benadeeld. Ja. Ja. Dus dat is de grote schande, dat je gewoon met een veel lagere schadevergoeding bij de bestuursrechter wegkomt dan bij de civiele rechter. Ja. Zo is het. Nou, nu was het dus zo, Tom, dat... maar daar wil ik nog even op terug. Ja. Waarom? Heel simpel, een civiele rechtbank die kijkt naar de feitelijke schade. En een bestuursrechter die kijkt naar de omstandigheden, naar het wijzigende plan waardoor je schade hebt. En dan wordt het volgens algemene normen met afstanden en dat soort dingen benaderd. Ja. En dat is ook, om even naar het windmolendossier terug te gaan. Ja. We hebben de twee trajecten, het planschadetraject en het civiele schadetraject. Planschadetraject zegt zoveel procent van de WOZ-waarde als je zoveel van zo'n molen afwoont. Maar civiele schade, die zegt, u kunt uw woning helemaal niet meer kwijt. U kunt 's nachts niet meer slapen. Ja. U krijgt scheuren in de muren door het laagfrequente geluid. Ja. Dat is civiele schade, dat is meetbaar. Ja. Maar even hier terug naar de aardbevingen. Een civiele rechter zou een scheur in deze muur, daar zitten er talloze, die zou zeggen van, gemaakt, moet gemaakt worden, u krijgt zus en zoveel geld. Wat zou een bestuursrechter daarvan zeggen? Een bestuursrechter zou zeggen van, u bent onderdeel van het aardgaswinningsgebied. Alle mensen die daar wonen hebben een bepaald probleem. Ik stel de schade voor uw woning vast op zoveel procent van de boswaarde. En waarom wordt die boswaarde er bij de bestuursrechter bij gehaald, maar bij de civielrechter niet? Omdat de civielrechter kijkt naar de feitelijke schade. En die is kwantificeerbaar. Ja. En een bestuursrechter die kijkt naar de omstandigheden. En die zet voor alle betrokkenen een norm weg. En die zegt, we hebben ook kaartjes gezien van de gaswinning, van de bodemdaling. U zit zover vanaf dat gas, vanaf die boorput. Ja. En dan ga ik naar zoveel procent toe. Dus hoe dichterbij krijg je tegen de 100% en verder weg krijg je 30-40%. Ja, maar goed, dan heb je het dus over de waardedaling. Dat is dan ook de schadevergoeding. Hè? Ik bedoel, men neemt dan in die bestuursrechtelijke beslissing niet alleen de waardedaling mee, maar misschien ook wel het verlies aan levensgeluk en weet ik veel. Daar moet je het mee doen. Ja. Maar goed, het achtergrondgevecht was al begonnen in 2017. Toen de contra-expertise allemaal mogelijk was. De NAM die stuurde jou gewoon een schade-expert. Ja, van Arcades. Van allerlei organisaties. Die waren allemaal ontzettend onafhankelijk. De NAM stuurde, hè? Ja. De NAM. Dus degene die veroorzaakte, die stuurde. Ja, dat is ook heel leuk in Assen. Dus als ik tegen jouw auto aanrijd, dan stuur ik zelf een schade-expert naar jou toe om het te bepalen. Dat is al, je kon zelf een erkende contra-expert benoemen. Nou, dat hebben wij dus zelf ook gedaan. Maar goed, op een gegeven moment in 2017, toen werd de firma Vergnes in Leek toch door de NAM gekild. Want de NAM die ging Vergnes uitsluiten en niet meer erkennen als contra-expert. Schade-expert. Was niet hun belang. Nou, want die was niet gehoorig aan de NAM. Die ging niet de rapporten bijstellen zoals de NAM dat wou. Ja. Precies. Dus die bleven gewoon bij hun eigen schadevaststelling. Die zeggen, wij zijn Nivre aangesloten. Dus we hebben goede schade-experts. En wij kunnen dat beoordelen. En die zijn de strijd dus met de NAM aangegaan in Assen. Nou, wat is er toen uiteindelijk gebeurd? Toen heeft de rechter besloten in Assen van wij gaan rapporten beoordelen. We gaan rapporten beoordelen van NAM-experts en we gaan rapporten beoordelen van Vergnes. En die laten wij op een goede manier
onder de loep leggen. Nou, en uit dat onderzoek kwam dus dat Vergnes beoordeelde schade juist en de NAM niet. Het waren enorme cijfers die toen naar voren kwamen, waarbij de uitkomst was dat dus de contra-expertise door Vergnes zeer ruim goed als goed werd beoordeeld met 93%. Maar hoe kan het zijn dus dat de NAM gaat beslissen dat de contra-taxateurs of expertise, dat zij dat gaan een keurmerk gaan uitdelen van nou die mogen contra-expertise, dan heeft dat toch een hele contra-expertise geen zin meer. Nee, nou precies, maar dat proberen ze aan te tasten. Kijk, en als je dan ziet dat Vergnes toch dat op een goede manier deed, ja. Wat ook de rechtbank heeft beoordeeld, ja, toen had natuurlijk de NAM en ook de overheid uiteindelijk, want die was al bezig om het over te nemen, een nieuw probleem. Nou, wat ga je dan doen? Ja. Dan ga je een nieuwe constructie opzetten waar de contra-expertise niet meer voorkomt. En dat hebben ze dus gedaan met de tijdelijke commissie mijnbouwschade, onder bestuursrecht. Dan krijg je door die club gewoon een schade-expert, wordt er ook weer naar je toegestuurd. Ja. Hetzelfde verhaal, maar de contra-expertise is weg. Okay. En de arbiter-bodembeweging die gaf ook veel te veel de contra-expertise, de contra-schade-expert gelijk. Heel veel zaken werden toegewezen. Mm. Die arbiter-bodembeweging die moest ook weg. Ook het veld ruimen. Ja, de arbiter was degene die uiteindelijk de beslissing nam tussen de taxateur van de NAM en de contra-taxateur. Ja, hoeveel schadevergoeding er uiteindelijk wordt uitgekeerd. Ja, dus dat was de finale beslissing. Ja, dus dat loopt ook ten einde. Nou ja, goed. Ja. En ja, dat was de basis om erover na te denken om alles te veranderen. En nu, nu staat in feite de gedupeerde er weer met 3-0 achter. Tja. Ja, het is weer een voorbeeld van overheidsoverheersing. Ja. Ja. Dat zien we steeds vaker. Ja. En mensen zeggen ook tegen mij, Jan, we leven langzamerhand in een DDR-achtige omgeving, waarin we door een politiebureau bestuurd worden. Mm. Een soort Chinese democratie. En dat zijn hier wel hele duidelijke voorbeelden van. Kijk, en dit is al overheidsfalen geweest, jarenlang. Mm. Ja. Vanaf de 60e jaren. En, nu, ja. En dit overheidsfalen is nu onder Wiebes heel duidelijk geworden tot overheidsoverheersing. Heel duidelijk. Ja. En dat is een ernstige zaak. Ja. Dat is niet best. Ja, want het falen uit de vorige decennia wordt eigenlijk meegenomen, goed gepraat, verdedigd. En in een volgende fase, daar wordt echt beleid nu op gemaakt. Precies. En wat ik heel diep triest vind, is dat kennelijk zo'n beleidsmaker, zo'n minister daarmee wegkomt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Kijk, de Kamer, de Tweede Kamer, ja, de mensen die op dit dossier zitten, die probeer ik ook steeds bewust te maken van wat hier gebeurt. En ik probeer ook steeds hun van informatie te voorzien. Maar ja, men buigt toch steeds weer mee, ook nu weer met de nieuwe wet. Ja. En ik denk dat daar nog veel meer weer op de trom moet worden geslagen. Mm. Dat deze wet afgeschoten gaat worden. Want deze wet is de nieuwe mijnbouwwet. Ja, nieuwe mijnbouwwet die moet gewoon afgeschoten worden. Ja. De gedupeerde moet door de overheid, die overheidsfalen heeft hier heeft laten gebeuren, die moet hier nu die burgers ruimhartig gaan dienen. En niet overheersen met een nieuwe mijnbouwwet wat een gedrocht is. Men moet die burger hier, die gedupeerde Groninger, die moet men ruimhartig voorzien van een rechtsbijstandfonds, van een rechtsbijstandbureau, zodat ze hun schadedossier goed op orde krijgen. Ja. En gewoon de gang naar de civiele rechten kunnen maken. En dan wordt pas recht gedaan hier in Groningen. Ja. Ja, het zou de overheid sieren om zelf zo'n fonds op te zetten. Ja. Waarbij de burger dan op civiele wijze naar de civiele partij de NAM kan. Ja. Om daar weer zijn schade weg te halen. Kijk maar eens wat de Nationale Ombudsman hierover heeft gezegd. En wat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid voor vernietigende rapporten heeft neergelegd. Ja. Het maakt kennelijk allemaal geen indruk. Maar ze liggen er wel. Ja. Het wordt allemaal genegeerd. Ja. Zodra de Ombudsman hier weer in Groningen is, dan is hij onvoorstelbaar kwaad. Dan is hij totaal opzet.
En er wordt niet naar geluisterd. Waarvoor hebben wij een ombudsman? Dat vraag ik me dan af. Hè. Zegt hij wat anders dan wat hij doet? Want uiteindelijk moet ook die ombudsman afgerekend worden op wat hij nou echt doet. Hè. Dus hij gaat weer terug naar... Waar zit hij, Den Haag? Den Haag. Ja. En wat gaat hij dan doen? Hè? Iedereen komt hier boos lopen doen met... ach, erg. En Rutte komt hier en er wordt een toneelstukje opgevoerd met de juiste slachtoffers. Er wordt zorgvuldig gescreend met wie die van tevoren in gesprek gaat. En hij roept nog een keer ach en wee en het is toch allemaal zo erg. Maar er gebeurt natuurlijk niks. Ombudsman is wel een hele machtige instantie. Dat vraag ik dus ook. En dat moeten we ook de volksvertegenwoordigers vragen. Want het zijn uiteindelijk volksvertegenwoordigers die in de Tweede Kamer acteren. Die moeten we er nog veel meer op aanspreken. Ja. Van beste mensen, hier gebeurt iets wat niet kan. Ja. Dat roept de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die heeft twee vernietigende rapporten neergelegd. Dat zegt de ombudsman tot in de treurnis. Elke keer als hij Groningen bezoekt, dan weet je niet wat je hoort. Maar wat gebeurt daarmee? Ik denk dat het een zware taak en een opdracht is van de burger aan degene die ons in het parlement vertegenwoordigt, om deze zaak te keren en te resetten en opnieuw op een nette manier ruimhartig voor de gedupeerden hier in Groningen in te richten. Ja. Pas dan komt het nog een keer ten goede. Ik heb die ombudsman ook een poos mogen spreken. Ik heb met hem een korte treinrit gemaakt langs het Veenkoloniale gebied met uitzicht op het prachtige landschap die straks helemaal geruïneerd wordt door de windturbines. Ook hij zag daar de ernst en de dramatiek van in. Maar ook in die zin heeft hij, eigenlijk ook jouw ervaring, daar heb ik niks over teruggehoord. Ja. Dus hij heeft niet de vinger opgestoken in de Tweede Kamer of naar onze bewindslieden van jongens, hou hiermee op. Doe de burgerij dit niet aan. Veroorzaak geen onnodige schade. Ik heb daar niets van teruggehoord. Dus ik kom ook even weer terug op van wie is nou waarvoor aansprakelijk. Dat is een hele belangrijke vraag. Zo is het, hè? Kijk, we zitten in een politiek bestel waarin politici eigenlijk, die kunnen aftreden. Maar je ziet ze daarna, binnen no time, zie je ze weer op een ander stoeltje terugzitten. Er is een heel carousel tussen instanties, overheden, bepaalde bedrijven, NGO's, waar ze voortdurend gewoon weer op een stoeltje. Als de enige consequentie voor niet alleen wanbeleid, maar aan maffia en corruptachtig beleid, grenzend beleid zou ik daar zeggen, gedrag. Als dat alleen maar is van aftreden. Er zijn toch politici geweest en bewindsvoerders die wel meerdere malen zijn afgetreden. Ik geloof Heers Balin of iets dergelijks die wel twee of drie keer zijn afgetreden of in een kabinet zaten wat afgetreden is. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. En is het niet dat hele straffeloze circus wat maar doorgaat en er in plaats van dat het teruggeschroefd wordt, gaan ze gewoon een versnelling hoger. Dat aardbevingsdossier, dat loopt uit de klauwen. Die schadevergoeding met de stichting WAG is er nog een keer bijgekomen. En ze gaan gewoon een versnelling hoger. Het is niet zo dat ze dan zich teruggefloten voelen. Nee, wordt dan, het niet dan, tijd dan, dan, dat dan wordt er meteen een tandje bijgezet. Precies. Kijk, is het niet zo van zij hebben dus dat aardbevingsdossier van civielrecht naar bestuursrecht verplaatst. Wordt het niet tijd dat wij Groningers gaan zeggen van wij gaan de verantwoordelijken daarvoor van civielrecht naar strafrecht omschakelen? Die mensen moeten persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, niet in civielrecht, maar in strafrecht. Crimineel gedrag. De Groninger Bodembeweging die heeft al jurist Gerard Spong in arm genomen. Er loopt dus een procedure al in het strafrecht. Ja, dat komt langzaam verder, maar de laatste tijd hoor je er niet te veel van. Mm. Maar dat is wel iets wat loopt. Ik denk dat het nu tijd wordt
dat ook een organisatie zoals de Groninger Bodembeweging, die ook meer dan 4000 leden heeft, mm-hmm. dat die nu echt eens gaat kijken om niet alleen organisaties of wat dan ook aanspraken te stellen en voor strafrecht te brengen, maar ook de heren CEO's, directeuren ja. van dit soort bedrijven, die toch echt vuile handen hebben gemaakt. Ja. En dat zijn directeuren van de NAM, dat zijn de directeuren, de directies van Shell, van ExxonMobil, ja. maar ook mensen die binnen de ministeries Precies. verantwoordelijk zijn ja. geweest. Directeur-generaal, secretaris-generaal. Ja. Je ja. kunt een heel lijstje opnoemen. Bedrijfsverantwoordelijk. Kijk, je hebt daar, wie was dat ook alweer bij de Belastingdienst, die hoge ambtenaar die weg is gegaan? Ja, ik mis zijn naam. Ik ben zijn naam kwijt, maar we zetten het er later wel in de film. Er is dus, die hoge ambtenaar is weggegaan. Maar die ministeries worden allemaal aangestuurd door de topmanagementgroep. Dat is een groep van hoge ambtenaren. Dat zijn de allerhoogste ambtenaren. Dat zijn ongeveer 90. Die sturen alle ministeries aan. Ja. Vergaderen met z'n allen één keer in de week. Dat is eigenlijk een soort van superministerie. En zonder die, naam. Ja, een ministerie zonder naam. Dat is de topmanagementgroep. Dus de TMG. Die man die dus afgetreden is bij de Belastingdienst, bleef in die groep zitten. Die bleef dus deel aan de touwtjes trekken. Lid van die topmanagementgroep. Mm-hmm. Ja, en dan werd hij niet in één keer, ja, zijn post verviel, maar hij bleef lid. En zijn functie werd in één keer, als adviseur werd hij omschreven. Enfin, er is dus gewoon geen consequentie. Dus dat zelfs het aftreden van je functie, het is niet het werkelijk aftreden, want zijn echte functie zit in die topmanagementgroep. Ja. Daar bleef hij lid van. Hij was dus alleen maar zijn functie naar buiten toe, die verviel. Maar hij bleef gewoon natuurlijk gewoon op zijn plek zitten. Kijk naar Wiebes, die de Belastingdienst georganiseerd heeft met alle drama's van dien. En die vervolgens weer op ministerspas gegeven wordt. Promotie was toen staatssecretaris. Van Rijn, een van de ergste dingen die... Van Rijn, die de gezondheidszorg dus, die heeft waanzinnige dingen uitgehaald. Zelfs zijn vader, die dus in een verpleeghuis zat, heeft er nog publiekelijk over geklaagd wat zijn zoon voor elkaar gebokst heeft. Ja, ja. In een kabinet waar de PvdA... dat zijn moeder was, of niet? Of zijn moeder. Ja. Maar in ieder geval, dat was een kabinet waar de PvdA deel uitmaakt. Ja. En dan in een kabinet waar de PvdA niet deel van uitmaakt, mag uitgerekend deze minister die al zo'n enorme discutabele staat van dienst. Ja, nou goed, kijk. Wat is dat? Ja, dat is niks anders dan het baantjescarousel. Netwerk waarin de good old boys elkaar tegenkomen en elkaar weer de bal toespelen. Maar die man die heeft dus een dirty job opgeknapt een paar kabinetten terug. En die mag het nu weer doen. Juist. Ja, toch? Ja. Ja. Nou ja, iemand moet het doen. Ja. Zo is het ook. Maar kijk, waar ik op terug wil komen is de rechtvaardigheid, ja. de ruimhartigheid, ja. die is ver te zoeken. Mm-hmm. Daar waar rechtvaardigheid heerst, ja. wordt meteen door onze overheid, wordt weer een overheidsoverheersing overheen gegooid. Mm-hmm. Dat heb je gezien met de megaclaim van de WAG, ja. waar dus 4000 bij aangesloten zijn. Wat binnengehaald is, zelfs voor het Hof in Leeuwarden. Dus die hebben recht op een claim. Nu stoeien ze al enorm over de hoogte. Er moest weer een procedure tegenaan gegooid worden. Maar ja, de Nederlandse staat werd zich in eind 2018 bewust van... dit gaat al een megaclaim worden als iedereen begint te procederen. Want ja, de basis ligt er nu. Dus haasje, repje, wordt er een commissie in de benen geholpen? Dat kan allemaal wel snel. De commissie Hammerstein. En we kregen ook van de agrarische tafel voor de agrarische sector, kregen wij dus ook al een uitnodiging om daar dus met die heren te spreken. Ik ben daar ook geweest. Dan wordt er eerst gevraagd, ja, wat denken jullie wat het moet zijn? Nou, het ging niet over agro in feite, want die zat daar nog niet onder. Maar het ging wel over de woningen en ook over de huizen die staan voor een boerderij. Nou, wij kwamen uit voor agro ongeveer op een 25 tot 30% waardedaling.
Voor de woningen zat het ook ongeveer rond de 20%. Nou, die heren die daar zaten, die ene jurist, meneer Hammerstein, en twee professoren. Nou, die, uit Nijmegen. Ja, komen allemaal uit de koker van Nijmegen, meneer Hammerstein zeker. Ja. En meneer Van Ravels, die bij de TCMG eerst ingezet is, ook. Ja. Die komt ook uit Nijmegen. En de huidige professor Bas Kortman ook. Dus het is allemaal van hetzelfde laken en pak. En uiteindelijk komt dus de commissie Hammerstein tot heel andere waarden. Die gaat zeggen van nou, we nemen de WOS-waarde van 2018-2019. Wij hadden geadviseerd van nou, als je een goede basis wilt hebben, dan moet je voor huizingen gaan zitten, voor die aardbeving. Dus de WOS-waarde van begin 2012. Als dat nu eens de basis is, dan kun je een goede waardedaling bepalen. Nou, men schuift het helemaal op naar 2018-19. Voilà. Ja, toen zaten we al heel diep in de shit. Ja. Dus toen waren de WOS-waardes overal gedaald. Heel veel mensen die vroegen ook gewoon aan bij de gemeente van nou, geef mij maar een lagere WOS-waarde, want ik heb aardbevingsschade. Heel logisch. Ja. Nou, deze heren hebben dat listig toegepast in hun eindoordeel. En ja, dat wordt dus ook nu bekeken natuurlijk van alle kanten. Ja. En er is heel veel kritiek. Er is ook al in de opinie van het Dagblad van Noorden verschenen in mei 2019 van Wiebes en Reek-model moet weer op de schop. Ja, wie zegt dat? Dat is niet de eerste de beste. Dat is Charles de Kam, de emeritus hoogleraar, die over volkshuisvesting en dat soort dingen veel kennis heeft en ook altijd daarover is gegaan. En die heeft rekenmodellen opgezet, ook voor die WAG, voor die WAG-stichting. En ja, die zegt, jongens, wat hier gebeurt, dat is ook weer een enorme aantasting van het recht. Ja. En het recht is al uitgesproken civielrechtelijk. Sowieso, het terugvallen op WOS-waardes is natuurlijk discutabel, omdat degene die ze opstelt daar belang heeft bij. Het is niet een objectieve inspectie. Nee. Nee. De gemeente doet dat om de belastingkast te vullen. Ja. Dus die WOS-waarde is niet een objectieve waarde, nee. Vaststelling. Maar ook de voorzitter van de Groninger Bodembeweging, Jelle van der Knoop, die heeft ook in opinie geschreven in het Dagblad, hè, dat de vergoeding van echte waardedaling, dat is gewoon een recht. Mm-hmm. En dat recht is door zo'n commissie even hupsakee de kop afgesneden en een kopje kleiner gemaakt. En er wordt geacteerd vanuit Den Haag weer, regentesk, van jongens, we hebben een commissie en die heeft dat en dat erover gezegd, dat waren experts en boem, dat gaan we jullie aanbieden. En daarmee is de kous af. Nou, het is onvoorstelbaar. Wederom een slag in het gezicht van de gedupeerden in Groningen. Hoe kan het, he, dat wij in een parlementaire democratie die in de wereld bekend staat als een polderorganisatie waar iedereen met iedereen overlegt, dit soort waanzinnige vaststellingen doen? Ja, ik heb me daar hooglijk over verbaasd. Hmm. En ik blijf me verbazen dat dit soort dingen, dat allemaal maar kan. En dat ook een parlement, ook onze volksvertegenwoordigers, er allemaal, ze staan er allemaal bij, ze kijken ernaar. Als ze niet in de regering zitten, hebben ze scherpe kritiek. Maar zodra ze onderdeel van die regering uitmaken, hebben ze gecontroleerde kritiek. En uiteindelijk slikken ze datgene wat dus moet gaan gebeuren volgens de regering. Volgens die hogere macht. En ze sturen justitie af op Riepke Zeilema, op Aarte Kuiper, op Jannie Boer. Op het moment dat die de mond open doen en de dingen benoemen die iedereen herkent. En vervolgens wordt het negatief weggezet als populisme. En ik vind, nee, populisme is niks meer en niks minder dan de mensen die gewoon uit hun hart spreken en kritiek leveren op de absurde wijze waarop dit land onder het mom van democratie op een dictatoriale wijze bestuurd wordt. Ja, dat is een nare conclusie. Ik heb daar geen ander. Ja, dat is een nare conclusie. Maar dan zie je dus eigenlijk, dus, hè, als je dat hele aardbevingsdossier bij langs gaat, dat de NAM, Shell, ExxonMobil hebben het gebied hier leeggetrokken. De schade is enorm voor alle bewoners. En niet in het aardbevingsgebied, wat men aardbevingsgebied noemt. Is een, nou, misschien een fractie van het echte schadegebied. Want het is natuurlijk, men heeft
de stad Groningen, de prachtige monumentale Martinikerk uit de middeleeuwen. Al die plafonds en gewelven scheuren. Het is echt verschrikkelijk. Ja. En dat gaat maar door, hè? Het gaat maar door. En je ziet dus die bedrijven die hebben hun winsten ermee gemaakt. En de overheid trouwens ook. Je zou haast zeggen Schiphol en de Rotterdamse haven zijn ermee aangelegd. En de werkgelegenheid in de Randstad is ermee aangejaagd. Ja. En Groningen is het enige wat wij hebben is dat we in een leeggetrokken... Nou ja, ik maak me zeer bezorgd over hetgeen wat er dus nu gebeurt. Er worden nu miljarden uitgetrokken in no time. Ja. Voor van alles en nog wat. Nou ja. Alles wordt stilgelegd. Ja. Ja. Er worden miljarden uitgetrokken. Je verbaas je. Mm-hmm. Ik heb vanaf september 2018... tot 18 maart 2020 heb ik deel uitgemaakt van de Agrarische Tafel Groningen. Om dus uiteindelijk toch wat geregeld te krijgen voor de agrarische sector. Mm. En de agrarische sector heeft in Groningen 80% van de oppervlakte. Daar was niets voor geregeld. Nou, nu wordt er schoorvoetend langzaam door veel praten en veel vergaderen is er uiteindelijk op 18 maart een akkoord op hoofdlijnen. Maar ik maak me ernstig bezorgd of ze dat nog wel gaan invullen. Want als je ziet de miljarden die nu wegvloeien naar links en naar rechts. Ja. Ik maak me ernstige zorgen dat dus de schadeafhandeling in Groningen hier zwaar onder komt te lijden. Wat ik gewoon waanzinnig vond. En dan zitten we nog veel dieper met z'n allen in de gasput. Ja. Dat, van de week was dat de culturele sector leidt onder de corona-uitbraak. Ja, vanzelfsprekend, want niemand kan naar het theater of de concertzaal. Ja. Festivals worden afgelast. Die mensen die hebben dus geen inkomsten. Nou, natuurlijk sneu. Hè? Ja. Nou ja, dat begrijp ik ook. Maar daar moet dan een regeling voor getroffen worden. En men vraagt dan bij de sector van, nou ja, wat is de schade tot en met... Mogen ze zelf aandragen? Nou, de sector had geschat dat de schade tot 1 juni een miljard bedroeg. En daar had de overheid nog niet op gereageerd. Maar een miljard. Ja, nou, er is nu 300 miljoen beschikbaar gesteld, heb ik gekregen. Aan de culturele gelezen. Sector. Ja. Dus die krijgen gewoon 30% van wat ze vragen. Ja. Dan moeten wij eens proberen. Ja. We krijgen nog geen procent. Nee. Precies. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Zo ongelooflijk. Het is een situatie van grote rechtsongelijkheid. Ja. Maar ook de snelheid waarmee deze middelen nu beschikbaar zijn, vergelijk je naar het aardbevingsgebied. Ja, ja. Nee, dat is ten hemel schrijend, vind ik. Maar dat zijn die culturele sector. Ik ben ervan geschrokken dat de zakken dus zo diep zijn van ons ministerie van Financiën. Terwijl er naar een zwaar beschadigd Groningen geen geld kon vloeien. Ja. Precies. Wij hebben een Groningen Deltaplan in 2015 heb ik mee ontwikkeld met een paar mensen. Hmm. Dat was gebaseerd op gewoon nuchter denken. Van jongens, je kunt alles cosmetisch herstellen, maar dan is het niet hersteld. Dus je moet gewoon hele wijken gewoon afbreken en opnieuw aardbevingbestendig herbouwen. Dat is jullie plicht. Deze morele plicht heeft onze Nederlandse staat aan alle dorpen in Groningen. Mm. En maar het wordt niet ingevuld. Ja. Men probeert er weer met een cosmetisch sausje van af te komen. Ja. En wij moeten dit eigenlijk niet laten gebeuren. Mm. Ja. Kijk nog weer eens naar ons Groningen Deltaplan. Dat had een goede basis. He, als hier wordt gebouwd, dat was goed voor destijds voor de werkgelegenheid geweest. Toen zat de bouw ook in een slop. Was goed voor de werkgelegenheid geweest. Herbouw dat aardbevingbestendig, je krijgt ervaring. Nou, de BTW gaat terug in de kas van de overheid uiteindelijk, die erop zit. De loonbelasting komt ook bij de staat terecht. Dus dat viel allemaal wel een beetje mee. Wij hebben berekend dat de helft terugvloeide in de staatskas. Mm. En dat de helft maar schadeinvulling was. Dus zo groot was dat bedrag niet. Juist. En als men daar gewoon een bedrag van 60 miljard had gereserveerd, dan had Groningen al een heel stuk op weg geweest, ja, om weer hersteld te zijn. Ja. En nu kunnen al die miljoenen wel uit de tas getrokken worden. Nou, miljarden dus. Ja, ja, ja. Maar waar komen die miljarden vandaan? Ja. Er zijn hier miljarden uit de bodem getrokken.
En 450 miljard tot 500 miljard. Ja, maar en kijk eens naar de miljarden die naar de coronalanden gaan vanuit de EU. Dan komt er een fonds en hoppatee, dat land krijgt tientallen miljarden. Dat land krijgt tientallen miljarden. Ja. En dan dit dossier waar je gewoon... Waar je eigen burgers dus ernstig tekort doet. Ja, maar goed, eigen burgers doen er in dit land blijkbaar minder om dan buitenlandse burgers in buitenlanden. Is er al een route naar de EU geprobeerd om toch via de EU proberen af te dwingen? Het gaat om belastinggeld. Het zal allemaal met belastinggeld opgebouwd moeten worden. Want Shell en ExxonMobil gaan natuurlijk nooit lappen. En de staatskas heeft geprofiteerd van de gasbaten. Ja, dus zeker. Is het niet een route om te zeggen dat er een Europees steunfonds of een Europese rechtsgang of wat dan ook... Dit is geen Europese kwestie. Hè. Dit is puur een nationale kwestie. In Nederland redden we het dus niet. Nee, ik zou het niet weten. Het zou heel vreselijk zijn om naar de EU te moeten, maar... Als in Nederland de deuren dicht blijven in dit bananenland, dan... Ja, misschien is een rechtsgang naar het Europese Hof van Justitie... of het Europese Hof van de Rechten van de Mensen, want waar hebben we het hier over? We hebben het hier over dat een partij eigendommen van burgers beschadigt. Ja. Eigenlijk zou de overheid dat moeten voorkomen, maar die heeft het mede veroorzaakt. Ja, maar dan inderdaad niet alleen maar met een klacht naar zo'n Europese Hof, maar ook met een plan, dat Delta-plan... Wat moet er gebeuren in Groningen? Wat gaat het kosten minimaal? Nou, 60, misschien wel 100 miljoen, miljard. Maar Nou, feitelijk is het dus zo, zoals ik nu waarneem... hoe men bezig is om de schade cosmetisch op te lossen... en er met een minimumbedrag van af te komen. Wetende dat ook al wordt dus nu de gasproductie versneld teruggeschroefd... dat doen ze niet voor niets. Mm. Dus dat is al een erkenning... dat ze heel gevaarlijk bezig zijn geweest. Ja. De aardbevingen zullen blijven. Mm-hmm. De kleine aardbevingen, de grotere klappen... die zullen links en rechts nog weer vallen. De kleinere aardbevingen, die vermalen je gebouw... want die grond is constant in beweging. Ja. Dus die grond is nog lang niet rustig. Ja. Experts zeggen dat gaat nog 30, 40 jaar door. Dus we zijn hier nog lang niet vanaf. En als je dan cosmetisch dingen gaat herstellen... Ja, dan sta je over een paar jaar weer voor de scheuren. Ja. Want alles zakt weer verder uit elkaar. Ja, ja. En de scheuren die worden ook steeds wijder. En die steuren, ik zeg altijd, de scheuren groeien met de grondbeweging mee. Ja. Dus we hebben verzwakte gebouwen in dit gebied. En in een heel groot deel van de provincie. Mm-hmm. Want je moet ook niet vergeten dat ook Veendam enzovoort, waar zoutwinning plaatsvindt, dat daar ook heel veel schade is. Ja. En gemeente Noorderveld in Drenthe? Nou, ook. Die zit met hetzelfde. Ja. En de kop van Friesland zit ook al met hetzelfde. Met kleine gasvelden. Ja, nu gaan ze in Pieterzijl, willen ze wrekken. Ja. Er is al concessie verleend. Wij hebben ook... Dat is ook iets onbegrijpelijks. Wij hebben ook als boerenorganisaties dus ook een zienswijze en bezwaar ingediend bij de Raad van State. Maar die wrekkingsvergunningen zijn verleend op de dag dat Kamp met een heel groot wiedergoedmachingsplan voor Groningen kwam. Ja, ja. Diezelfde dag zijn die vergunningen verleend om te gaan frekken in Pieterzijl. Ja. Nou, en Pieterzijl is er ook verbolgen over. Ja. Daar zijn ze met een doodskist naar het dorpshuis gelopen. Nou, er werd aan alle kanten bekritiseerd. Dat kun je toch niet maken en zo. Oh. Als burgers zo opstandig worden. Oh, burgers die kun je beter oppakken als ze in opstand komen. Hè, dan, voordat ze in opstand komen. Dat is wel veilig. Dat is wel zo goed voor iedereen. Dat is wel zo goed voor iedereen. Ja. Ja, we hebben de Veenkroon centraal. Daar zijn we in feite aan het volgende item toe gekomen. He, van het oppakken van burgers. Ja. Burgers die voor zichzelf in verzet komen. Ja. Ja. Ja, die ga je toch niet oppakken? Ja, dat doen we wel. He, want wij hebben in Nederland een aantal departementen waar geen schuttingen omheen staan. Die lopen allemaal naar elkaar toe. En als minister Wiebes graag iets wil, waardoor de burgerij toch op een vele manier wordt verhinderd of wordt belemmerd, dan belt hij Grapperhaus even en pak even die mensen op, joh. He, want die lopen mij voor de voeten. Zo werkt het in dit land. Maar heeft u daar wel bewijs voor die samenzweringstheorie... dat de ene minister belt naar de andere minister?
Ik heb daar geen bewijs voor. Maar bij dan ons kantoor... Dan bent u een samenzweringstheoreticus. Ministers bellen niet met elkaar. Heeft de aanwezige officier van justitie tegen de eigenaar van het gebouw gezegd dat niet de aanleiding om mij op te pakken was wat er in het gebied gebeurde, maar dat de politieke druk naar haar te groot, naar hun te groot werd en dat ze daarom moesten ingrijpen. Kijk. Daarmee, politieke druk. Politieke druk. Ja. Nou ja, goed, ja, en die komt niet van de plaatselijke burgemeester, lijkt mij. Ik had hem ervoor in staat gehouden, minister Tol. Ja. Maar ik heb het op dit moment, denk ik, dat het op een hoger plan zat. Ja. En daarom denk ik dat het op ministerieel niveau aan de orde is. Ja. Nou ja, er zijn ook in het aardbevingsgebied die zich druk maakten om de gaswinning enzovoort. Zijn er ook mensen op dezelfde wijze opgepakt? Dat weet ik. Ik heb dat gezien toen. Verbazingwekkend. Een Elze Schollema uit Ruskut. Ja. Echt? Nou, die heeft ook een nacht moeten brommen. Ja. Want die had een direct message uit laten gaan van... Nou, feitelijk moeten we de boel in een boorlocatie maar eens in de fik steken. Zo is dat. Want de criminelen zijn maar... De gasboeren zijn maar aan het winnen. En doen mij veel schade aan en oplossingen komen er niet. Mm. Nou, toen hij dat riep, stond de politie bij hem voor de deur. Ja. Dan is er een boer in Slochteren. Heeft ook in het dagblad gestaan. Hendrik Holtjer. Hardwerkende mensen op een akkerbouwbedrijf. Hij dreigde uit zijn huis gezet te worden met zijn gezin, omdat het niet meer veilig was. Nou, en dan mogen ze gewoon ingrijpen. Uiteindelijk mogen wel eens ingrijpen om een gezin uit zo'n huis te halen, maar niet uiteindelijk om dat heeft, huis te... Ja, uiteindelijk heeft Holtje dus geweigerd om eruit te gaan. En die heeft buiten op het grasveld met de politie daar wat woorden over gehad. De dag daarna kwamen ze met een hele legermacht. Nee, echt? En heeft hij zich weer verzet. En toen hebben ze hem dus neklem opgelegd. Echt? Omgelegd en handboeien aan. Zo wat. En ook meegenomen en afgevoerd. Ja. Nou, de man heeft tot op de dag van vandaag natuurlijk enorme stress daar nog van. Zo. En hij heeft nog altijd lichamelijke klachten. Ja. Het lijkt op wat Rick ons vertelde. En ik heb ook, ik heb daar ook mee in Elsevier gestaan. Het, zoals ik opgepakt ben, het leek wel of ik 6 moorden had gepleegd. Maar de reden dat Holtjer is opgepakt, was dat hij weigerde zijn onveilige huis te verlaten. Ja. Dat was het echt. Ja, ja. Dat was het. Zo. Dus hij mag zijn onveilige huis opofferen, hij mag zijn omgeving opofferen, hij mag... Overheid komt dus met een hele legermacht. Dat klopt. Komt zo'n man uit en zijn gezin uit zo'n huis halen, terwijl ze gewoon natuurlijk dat huis moeten verstevigen. Ja. Want het is door de overheid nalatig of zelfs Maar deze gegroepeerde zegt dus gewoon, wij zijn kapot, maar we vechten door. Ja, ja het is heel zwaar, ook voor hun. Dus dat is enorm, dat is ernstig. Maar Tom zegt, het is de omgekeerde wereld. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Nou ja, dat heb je dus ook. En er zijn mensen die dan beginnen te roepen, ook op het congres van het CDA. Komt dan ook altijd een CDA-lid en die deelt ook op pamfletten rond. Nou, die heeft zelfs ook in het dagblad gezegd van, nou, roep maar de Republiek Groningen uit. Mm. Waarom doen jullie dat niet? Ja. Jullie kunnen je toch best redden alleen. Zet er een hek omheen. Ga nog getemporiseerd een beetje gas vangen. En Groningers zijn bekwame mensen. Ja. Ze hebben visserijen, AXO, we hebben klei. Ze hebben AXO, ze hebben AVB. Ja. Ze hebben de potato's daar in de veenkoloniën. Ja. Ja. Dus beste mensen, ga eens bij jezelf te raden. Ja. Henk Bleker heeft al een keer een burgerparlement voorgesteld. Nou, vond ik ook geen slecht idee. Ja, ja, ja. En ik denk als de overheid zo met ons doorgaat hier, dan kan de medaille wel eens een keer omgekeerd gaan worden. Ik denk dat er een heleboel... Daar ben ik wel bang voor. Ik denk dat het echt enorm broeit. En ik hou mijn hart vast over wat er zeker in het windmolengebied nog gaat gebeuren. Ja. En ik verbaas mij ook dat in het aardbevingsgebied het nog op deze manier zich ontwikkelt. En dat er nog niet veel meer mensen naar middelen grijpen, hè, wat jij net benoemt, die niet democratisch zijn, maar die wel de aandacht trekken naar het belang, he, die door de overheid eigenlijk genegeerd wordt van diezelfde burger. Nou, ik vraag me ook wel eens af, van, hebben bestuurders die op de bestuurdersstoelen zitten hier in deze provincie, hebben die nu wel of geen geweten? Het hele politieke domein, de publieke sector, dus het rijk van de ambtenaar, dat is niet
dat ze een ambt bekleden is niet zeggen van, maar nu ben ik, nu mag ik tegen alle ondergeschikte burgers zeggen wat ze moeten doen. Maar dat is natuurlijk andersom. Een ambt bekleden is natuurlijk een eervolle functie die bestaat bij de gratie van dat alle burgers die bestuurder een bepaalde taak uit handen geven. Ja, en zeggen van, nou, jij mag die taak voor ons doen, omdat wij kunnen werken en jij die taak omdat publiek kan uitoefenen. Ja. En dat was natuurlijk de schout vroeger, de rechter, de richter, de burgemeester. Dat waren allemaal van dat soort functies. En ik denk dat we in een tijd zijn gekomen waarin die mensen echt denken van, nou, wij zijn aangesteld om over de boel te regeren en die moeten gewoon doen wat wij besluiten en verder hun mond houden en zeker niet met geweld gaan dreigen. Nee, maar goed, ik denk dat de burger zeker in Groningen toe is om maar eens een democratisch systeem hierop te zetten. Ja. Dat we onze burgemeesters maar eens gaan kiezen. En dat we ook over de indeling van gemeenten, want die hele herindeling is ook een drama. Gemeentes zijn veel te groot. Mm. Er is geen samenhang. Ik denk dat het ook ver doorgeschoten is. Maar dat gaat mij veel te ver. Die hele gemeentelijke herindeling is ook van bovenaf opgelegd. Nou ja, als je ziet wat er met Haren is gebeurd. Waarom juist in Groningen, juist helemaal in Groningen, los van landelijk beleid, juist, alles land is heringedeeld vorig jaar? Ja, dat heeft ook te maken met het aardbevingsgebied en met het drama waar die plaatsvindt. Nou, ja, en de gemeentes hebben allemaal heel druk met die hele gemeentelijke herindeling. Ja, en nog steeds. En nu zegt Wiebes, de regio is aan zet. De regio die moet het zelf oplossen. Maar de regio die bestaat niet, want die weten zelf ook niet waar ze aan toe zijn. Nee. En wat is dan de tactische gedachte achter zo'n gemeentelijke herindeling, juist in Groningen? Dat is de mensen. Het bestuur is dan bezig met reorganiseren, herinrichten enzovoort. Ja. Nou, hebben ze toch geen tijd voor al die enorme problemen die je dus in dit aardgasgebied ziet. Wat er allemaal moet worden hersteld. Hm. Dat is een gigaprogramma. Je ziet hoe traag versterken loopt. Ja. Je ziet hoe traag ook de schadeinvulling loopt. Ja. Er komen steeds meer, de lijst wordt steeds langer van wachteren. Het wordt niet opgelost. Nou, als Wiebes dan zegt dat de regio het moet doen, dat dus een wethouder zich daarmee bezig moet houden, dat ook gedeputeerden zich daar in Groningen mee bezig moeten houden, nou ja, hebben ze er wel tijd voor? Ja. Ik vraag me dat wel af. Ja. En het is een zwaar dossier. Want die gemeentelijke herindeling. Dus daarom was een deltaplan veel beter geweest. Juist. Want die herindeling die stond op de planning voor 2024, geloof ik. Hè? Of nog verder weg. Ja, dat weet ik niet. Dat is naar voren gehaald. Ja, maar waarom in Groningen alles opnieuw herindelen en de rest van het land niet? Nou, een hoge ambtenaar die floot mij een keer na een vergadering in de oren. Daar zit wel een programma achter. Ja. Denk niet dat het zonder bedoeling is dat het nu doorgedrukt wordt. Ja. Overheidsoverheersing. Ja, dus dat is weer ook overheidsoverheersing. Maar je zag je hebt niets te zeggen. In de oude gemeentes waren er toch veel burgemeesters en veel wethouders die toch wel los gingen staan van het landelijk beleid en met dat aardbevingsdossier toch aan de kant van de burgers gingen staan. En dat was natuurlijk tegen het zere been van Den Haag. Ja, zo kun je het ook zien. En de boel herindelen zorgt voor chaos, werkdruk voor maar ambtenaren. Ik kom ze ook tegen die het echt wel willen. Die ook echt wel dat van plan zijn. Ja. Maar altijd komt er weer zand in de motor. Ja. Nou, je moet je flink achter de oren gaan krabben als overheid, maar ook als burger en ook als volksvertegenwoordiger. Waar dat nu aan ligt. Dat er steeds weer zand in de motor gestrooid wordt. Ja.
Dan klop je systeem niet. Heel veel vlakken. Niet alleen die gemeentelijke herindeling, maar dus ook die verschuiving van dossier, het aardbevingsdossier van civielrecht naar bestuursrecht. Ja, het is steeds veranderen. Steeds weer allerlei commissies, een uitspraak van de rechter. Nou, daarna wordt er een commissie ingesteld. Daar wordt meteen op geanticipeerd. Ja. Alsof het al klaar ligt. Damage limitation, dus beperken van schadebetaling. Ja. Zo is het. Ja. Maar goed, dan, er zijn nog wel een aantal manieren die nog niet geprobeerd zijn. We hebben het genoemd, toch misschien de gang naar een Europees hof. Ja. En komen met een goed plan daar, dat zal misschien helpen. En niet alleen maar als... Dit is een situatie, hè. De windmolens... De enorme belastingdruk die dat met zich meebrengt. Nu de economische crisis die losgebroken is. De aardbevingsschade. Ja, de schade voor gewone mensen is eigenlijk amper te overzien. Waar moet je nog tegen vechten als je dat allemaal over je heen krijgt? Nou, het pakket wordt nu wel heel groot. Ja. En, kijk... Degene die in de politiek zit en zeker die verantwoordelijkheid draagt, die gaat nu verwijzen naar de coronacrisis. Hè? Mm. Maar dan hebben ze een mooi excuus. Maar het mag geen excuus zijn. Mm. Want mijn angst is dat men gewoon zegt, ja, we moeten nu de coronaschade oplossen met elkaar, zodat de economie weer gaat draaien. Mm. Dus ik vrees met grote vrezen dat de invulling van de aardbevingsschade hier, dat die echt nog verder achterop gaat raken. Mm. En ja, ik waarschuw toch ook zeker onze volksvertegenwoordigers, maar ook onze burgers hier in Groningen. Jongens, blijf alert dat dit niet gaat gebeuren. Mm. Wij moeten onze krachten bundelen. Ja. Dat wordt hoog tijd. Ja. Helemaal eens. Dank voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Aad de Kuipers, Jan Niebuhr, enorm bedankt. En het is waarschijnlijk niet de laatste keer dat we hier over dit soort thema's van gedachten wisselen. We blijven nauwlettend de gevolgen en de ontwikkelingen in de gaten houden. En hopelijk kunnen jullie nog vaak commentaar geven op de stand van zaken. Kom vast goed. Okay. Graag gedaan. U hartelijk dank voor het kijken. Volg ons op dit YouTube-kanaal, abonneer je even. Dan krijg je automatisch de jongste updates van de films die we uploaden. Op onze website hebben wij nu een pagina waar deze uitzendingen allemaal als podcast zijn te luisteren en te downloaden. U kunt ze daar dus gewoon downloaden en dan onderweg in de auto naluisteren als mp3-bestand, dus als alleen audiobestand. Volg ons ook op YouTube en Twitter, daar zitten wij ook, en Instagram af en toe. En schrijf je in voor de nieuwsbrief op bluetiger.studio. Graag tot de volgende keer.